Zo, Turenbol. Is je moeder thuis? Hallo, knap het. Kom maar binnen. Oh, vind je het goed dat ik eerst even mijn kleertjes uit heb? Wat wil je? Alles erop en eraan? Ja, natuurlijk. Trek dan maar snel je handsopje uit. Onderbroekje niet aanhouden. Oh, wauw. Dat kan gezellig worden. Half dozijn oesters Rockefeller, 20 gulden, hè? 20 gulden, dat is toch veel te weinig? Dat moet op zijn minst een geeltje bij. Ja, Lucien, kan je even spreken? Oh, spreek vrij uit, lieve kind. Nee, onder vier ogen. Het is nogal een delicate kwestie. Wauw, spannend. Verrassing! Hey, pa, wat doe jij dan in de grote stad? Mijn god, zeg, wat zie je eruit? Vind ik niet leuk? Maatwerk, hoor. En het werkt. De vrouwen kijken naar me, ik zweer het je, jongen. De floot er zelfs eentje. Nou ja, ik heb natuurlijk niet gereageerd. Dat wil zeggen, ik heb mijn telefoonnummer gegeven, meer niet. Hallo, jongens. Hallo, Gerard. Nee, ik zie je zo, hè. Je moet even aan de delicate sausjes. Wat leuk, hè, dat papi er is. Ja, heel leuk. Ja. Zo. 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 Zo, jij komt eens een dagje langs in de Big City. Ja, dat mag je wel stellen, ja. Ik kom mijn oude dagje langs in de Big City. Hoe bedoel je dat? Ik heb de fabriek verkocht, jongen. En weet je wat dat opgeleverd heeft? 1,2 miljoen. En die kom ik hier op maken. Aan drank en aan vrouwen. Vooral drank. En vooral vrouwen. Maar ik meen het. Ga je alles opmaken? Ja. Ja, maar en ik dan? Je laat mij toch ook nog wel wat nahopen? Ben je gek? Waarom? Ik zit hartstikke in de geldzorgen en jij gaat voor mijn ogen een beetje 1,2 miljoen stuk slaan. Jij pikt heus wel een gaantje mee, hoor. Ik zal hier veel komen eten. Pa, ga jij eens even lekker rustig zitten, hè? Kom, zo. Dan ga ik even bellen, hè? Vind je nog een fantastisch idee, jongen? De laatste 10 jaar van mijn leven ga ik rondzwemmen in een oceaan van champagne, caviar en vrouwenborsten. Pa, wat is het nummer van je huisarts? Ik ga slapen in hotels of hier op de logeerkamer als het mag. Pa. Ik ga elke avond dineren en probeer zoveel mogelijk verschillende vrouwen in bed te krijgen. Ach, ach, is dat toch een mooie levensavond of niet? Pa. En waar kan je dat beter doen dan hier, jongen? Hier? Hè? Nou, hier in de stad bedoel ik. Nee, pa, ik wil absoluut niet hebben dat je... Hou je mond! Maar je denkt toch niet dat ik mijn medewerking ga verlenen, hè? Ik heb er hartstikke oud voor moeten worden. Om eindelijk te weten wat ik van het leven wil. En dat weet ik nou zeker. Waar hou ik van? Waar gaat het? Dat wil ik niet horen. Waar heeft het leven een essentialia verborgen? Daar gaan we. In een BH, jongen. Ja hoor, we zijn er weer. En nergens anders. Neem dat dan toch van je oude vader aan, hè? Probeer het nou eens een keertje. Begin met een kleintje. Kupje AA. Oh, wat leuk zeg. Dat soort dingen droom ik nou nooit, hè. Nou, wees maar blij. Nee, ik droom altijd andere dingen. Ik droom bijvoorbeeld vaak dat ik door een Alpenwei ren zo met een picknickmand en een stel kinderen. En dan zing ik, hè. La 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 la. Ja, dat is ook leuk, hoor. Ik zit er de hele dag aan te denken, Lucien. Maar vond je het wel een beetje lekker? Lekker? Ja. Ja. Nou, zie je wel, geef nou toe dat je op Frits valt. Ja, ik heb van veel dingen gehoord, Lucien. Van met hondjes en met zwepen en zo, maar met Frits. Nou, niet overdrijven, hè. Zo erg is Frits nou ook niet. Nou, je het zegt, ik heb ook eens over Frits gedroomd. Ja, we waren op vakantie in Tirol en hij had zo'n lederhozen aan. Ja, dat was opwindend, zeg. En het rare is dat ik me dus heel veel details nog zo goed kan herinneren. Bijvoorbeeld dat ik van tevoren een handdoekje uitspreide over het bed. Zouden hoeren dat doen? Ja, hoe kan ik dat dan weten? En Frits, die deed ook zo populair. Dat was echt vreselijk. Ugh. Ik bedoel, ik zit achter het raam, ik wenk hem, hij komt naar me toe en weet je wat hij zegt? Zo, krullenbol is je moeder thuis. Ah! Heerlijk, heerlijk. Op in de pop. Karel, oh, joehoe. Mag ik nog een flesje? Lekker spul, hè? Wat drinkt u daar? Water? Ja. Ah, wilt u een glaasje meedrinken? Ja. Oh, nog een glaasje voor mevrouw hier. Dag mevrouw, mijn naam is Gerard. Ellie. Ah, die El. Ik ken je niet, maar dat komt nog wel. Meneer, misschien wil mevrouw even rustig eten. Hè? Hij zei meneer tegen me. Terwijl ik zijn vader ben. Het spijt me, mevrouw. Ach, het geeft niks. Ik vind het wel gezellig. Champagne, champagne.
Bent u hier alleen? Ik bedoel, binnen dit gezelschap. Ik bedoel, dat u geen partner heeft. Nee hoor, dat is mijn man. Oh, nou ja, nobody is perfect. En u daar, bent u soms alleen? Ook niet. Ik ben alleen. Oh. Nou ja, zo is het leven. Maar ik wil niet dat je hier gaat lopen misdragen, niet hier. Als je dan zo nodig een vrouw moet, dan ga je naar de hoeren. Neemt u me kwalijk. Alsjeblieft, glaasje champagne. Dank voor u wel. Dank u wel. Nou, proost, hè? Proost! Zeg, moet je het nummer hebben? Hé, waarvan? Escort service. Kijk, mooie meiden op bestelling. Je hebt toch geld, zat je. Verrek, ja. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, maar het is misschien niet zo chic, hè? En eigenlijk, ja, er gaat de sport er een beetje af. Nou, er blijft nog genoeg sport over, hoor. Zeker voor iemand van jouw leeftijd. Oh. Sorry, geintje. Zal ik het voor je regelen? Tegen een kleine vergoeding? Ja, waarom eigenlijk niet, hè? Eén geeltje, zal ik zo even bellen. Wat wil je? Blond, donker, negerin? Nou, dat vraag je me wat, zeg. Nou ja, ze moet wel een beetje een leuk karakter hebben, hè? Dat vind ik het belangrijkste. En grote borsten. Ja, goedenavond. Kunt u een meisje sturen naar de Vlaamse pot? Hoe laat wil je dat hebben, Gerard? Oh ja, uurtje, anderhalf uur. Anderhalf uur. Ja, wat heeft u zoal in voorraad? Ze hebben een rode, Rubenstiepje. Filipijnse, maar ze spreekt Nederlands. Met een Gronings accent. Kun je tegen Gronings accenten? Ja. Oeh, dat doe je lekker, mignon. Of een Spaanse? Ja, god, het lijkt me allemaal wel een... Hey, die Spaanse moet je niet nemen. Dat is niks. Oh, niet de Spaanse. Nou, zullen we die rode Rubenstiep dan maar doen? Ik zeg, vraag eens hoe ze heet. Als ze Joker heet, dan moet je er zeker nemen. Die is prima. Hoe heet ze? Ze heet Jenny. Oh, dan zal het wel niet zijn, hè, wat ik van gehoord heb. Hè? Nou, wat doen we? De rode of de Filipijnse? Het is moeilijk, hoor. Het is moeilijk. Ja, je beslist toch maar even over een mens. Weet je wat? We stemmen gewoon. Hè? Ja, rustig. Ja, we zijn bezig. Hè? Met stemmen. Nou, wie is er voor de rode? Voor hem? Ja, zou ik zeker geen Filipijnse nemen. Die is ook zo mager. Ja, als je dan met haar in de tweepersoons bed gaat liggen, dan kan je er niet vinden, joh. En die meiden die kosten per uur, dus één Rubens, één. Het is voor cadeautje. Ja. Jij hoeft er niet in te pakken. Nee. En het is voor Gerard. Oké, afgesproken. Daar. Wat is afgesproken, Frits? Dat ik morgenochtend ga squashen. Oh, moet je dat nu aftekenen? Ja, morgenavond is te laat, hè? Voor morgenochtend dan. Zeg, kun je voor mij ook even bellen? Gaat u ook squashen? Squashen? Ja, squashen. We zitten in Hotel Centraal over een uur of wat. Alles is prima, behalve die Spaanse, want die ken ik. Zeg, wat is hier aan de hand, Frits? Nee, niks. Gewoon gezellig. De mannen willen... De natuur, hè? Is de natuur. Frits, ik heb jou ingehuurd als ober en niet als pooier. Je hebt dat toch zelf tegen hem gezegd? Moet je nou eens kijken, hè? Hoe rustig die erbij zit. Van oude mensen de dingen die naar de hoeren gaan. Ja, dat weet ik niet, maar het is natuurlijk wel spannend, hè, om het voor geld te doen. Ja, maar ook liefdeloos. Ja, maar dat maakt het misschien weer juist zo spannend. Je moet het gewoon een keer uitproberen. Ja, maar misschien is het mijn roeping wel. Nou, dat is weer dat andere uiterste, hè? Nee, dit is toch tegenwoordig een heel normaal beroep. Het is toch dat je leeft van de liefde, letterlijk. Nou, zo kun je alles wat krom is recht lullen, hè? Heel toepasselijk, hè? Ja. Hallo, ik kom van Gera. Hallo. Kind, trek toch een wolletje aan, zeg, zo wat je nog koud. Ja, dat ben ik wel gewend. Ik ben Jenny en ik ben van de escort. Hallo, ik ben Lucien en ik ben van de Vlaamse pot. Oh, escort. Gerard is binnen. Waarom kom jij door die achterdeur? Oh, dat is meestal beter. Krijg je geen glazen. Oh, kom maar mee. Bent u een ja, ik ben een... Een echte? Ja, lieve kind, bij de film mogen ze me niet hebben. Mag ik u wat vragen? Ik kan dat straks, komt eerst even aan de slag. Bezoek van Gerard. Hallo, daar bent u dan. Nee, niet hier. Keuken! Moet dat in de keuken?
Ah, Karel, dat kan toch niet? Je dat arme kind op het koude aanrecht. Nou, op een bedje van sla misschien. Maar Dieter, erbij mocht het wel iets duurder. Nee, kom. Niet hier. Kom. Nee, absoluut niet. Nou, zo niet. Ik wou toch ook wel niet? Ja, kom maar mee naar boven. Hè. Gerard, kom je zo? Hallo, ik ben Gerard. Jannie. Leuk met je kennis te maken. Kom, wij gaan naar boven. Hè. Gerard, zie je zo. Ja, ik eet eerst even af. Hè. Kom zo. Laat de meter maar lopen. Ah! Waar ga je heen? Ik ga even de tafellaken terughalen. Is geen gezicht zo. Nee, geen sprake van. Eerst afruimen, nu. Jonge. Prachtmeid om zo te zien, hè? Ja, mooie figuur en mooie grote borsten. Maar niet te, hè? Nee, dat kan ook, hoor. Dat ze te groot zijn, ja. En dan wordt het echt van die antieke hangers, hè. En dat is echt niet mooi, hoor. Pa! Wil jij wat drinken? Oh, maar ben je toch koud gekleed? Ja, hoe kouder ik mijn kleed, hoe warmer de klanten tegen. Bent u al lang, hoe noem je dat nou? Hoer. Oh ja. Bent u al lang hoer? Ja, een jaar of 3. Mag ik u daar wat over vragen? Zeg, wat wil je erin? Suiker of honing? Wat? Je melk. Melk? Heeft u ook wel eens achter het raam gezeten? Oh ja, vroeger. En hoe ging dat dan? Hoe bedoel je? Nou, ik bedoel, als er dan een klant kwam, legde je dan eerst een handdoekje op het bed? Oh ja, dat kan heel goed. Hoe weet ik dat nou? Hoe kan het nou? Wat? Reïncarnatie, ik ben vroeger hoer geweest, dat kan niet anders. Oh ja? Goed, dus dat is het. Hier, pak kraan, pas op, het is heet. Met acacia honing zul jij van opknappen, kind. Oh. Als ik even tussen mag komen. Ik bedoel, zeg, mevrouw, hoor eens, ik ben Frits. Ik heb het bureau gebeld, maar ik behartig de belangen van een cliënt van me. Dat is Gerard, die heb je net gezien. Ja? Nou, met mij regel je dus ook het financiële gedeelte. En het is dus zo dat we je in principe hebben ingehuurd voor die oudere man. Hè? Maar ik ben ook van vlees en bloed. Ik bedoel, dat we je dus voor 1,5 uur inhuren en dat ik dan ook even. Hè? Maar dan wel voor die ouwe, hoor, want anders vind ik het niet hygiënisch. Jij bent gek, Frits. Nou, waarom niet? Nou, dat kan je toch niet maken tegenover mij? Tegenover jou niet? Waarom niet? Oh, dat is even lekker fijngevoelig zeggen, hé. Ik bedoel, jou de hele dag te zeggen dat je verliefd op me bent. En dan dit, hè, onder mijn ogen. Nou, het was niet echt de bedoeling dat je erbij kwam staan, hoor. Dat gaat niet door, hoor, met hem. Zijn jullie getrouwd? Bemoei je er niet mee? Frits, als je zo nodig naar de hoeren moet, kom je maar bij mij. Dat kan ik ook wel. Oh ja, ik denk dat je er iets te makkelijk over denkt, liefje. Er komt heus nog wel wat bij kijken. Ik heb misschien geen ervaring, maar ik ben tenminste niet zo uitgewoond. Dat kan jij niet zeggen. Frits, ik ben mijn eerste klant. Hè? Ja, het kost een paar centen, maar daar heb je ook wat. Tot ziens, hè. En hartelijk dank. En tot ziens. Is iedereen verdomme, zeg. Dan moet hij nog opgeruimd worden. Zo! Ik ga er maar eens even hard tegenaan. Ah, in godsnaam, doe niet zo ordinair. Ach, jongen, we zijn toch net als de hondjes. Ook al wil jij dat dan graag van niet. Pa. Wat is er nou weer, jongen? Ik wil dat je die vrouw meeneemt naar een hotel. Ik wil dat gedoe van die hondjes niet. Niet hier onder mijn dak en zeker niet van jou. Mag je even op wezen, jongeman, dat als ik het niet zo had gedaan als de hondjes, jij helemaal nooit had gestaan? Die vrouw hierboven, dat is een prostituee. Dat is iets heel anders dan je echtgenote. Nou en of! Nou, en vandaag is Gerard dus mijn 4e klant. Dus dat is een redelijk rustige dag. God, ik wou dat ik een vrouw was. Waarom? Kreeg ik ook warme melk, hè? Zo, daar ben ik dan. Ja, en ik ook. Wat doen jullie hier allemaal nog boven? Kom op, beneden, opruimen. Ja, nee, ik regel het financieel. Jij regelt helemaal niks, Frits. Dus ik blijf naar beneden opruimen. Ja, doe het zeven, jongen. Ja, hey, Gerard, oude Rutte, veel plezier, hè, jongen. Zo, nou. Zullen wij dan maar naar boven gaan, hè? Ik claim even de logeerkamer, dat mag wel, hè? Nee. Dan kan ik toch het geld wat ik anders aan hotel uitgeef aan jou geven. Maakt mij niks uit, oké? Als je maar weet dat ik het onder protest doe, hè? Onder zwaar protest. Maakt het alleen maar lekkerder. Moet je nou eens kijken. Wat prachtig. Dat is toch een schepping van de Heer God. Dat is prachtig, toch? Ja, pa, ik ga naar beneden. Zeg nou eerlijk, jongen. Als je zoiets ziet, dan wil je toch niks anders meer. Ja, pa, het is goed. Probeer het nou eens een keertje. Hij is namelijk van
met mama. Probeer het nou een keer. Nee, pa, dankjewel. Ik geef je 1000 gulden. Nee, pa, ik denk er nooit te nemen. 1500. Nee, geen haar op mijn hoofd. Absoluut niet. Al geef je me... 100.000. Oké. Kleed jij je niet uit? Uitkleden? Ja, ik weet niet of je het weet, maar zonder kleren gaat het beste. Oh, ja. Jenny was de naam, hè? Ja, Jenny. Maar als je liever een andere naam zegt, is het ook goed, hoor. Henk of zo. Oh. Nou, nee. Doe je het liever met het licht uit? Nou, nee, Jenny, luister. Kunnen wij het niet op een akkoordje gooien samen, hè? Want ik ben nou eenmaal... Van de andere kant. Ja, precies. Ja, je zal mij nooit de verkeerde kant horen zeggen, hoor. Want verkeerde kanten heb je niet in de liefde. Wel verkeerde types, maar dat is weer anders. Ja. Die heb je aan alle kanten. Nou, kom eens lekker bij me. Zal ik in jouw geval het BH'tje maar aanhouden, hè? Dat zeg je toch niet. Nee, Jenny, wacht even. Ik zeg het maar tegen mami. Jenny, het spijt me vreselijk. Ik vind je een fantastische meid en hartstikke mooi. En als ik iets met een vrouw zou willen, zou jij de eerste zijn met wie ik iets zou willen, maar ik wil helemaal niets met de vrouw. Waarom zitten we hier dan? Nou, gewoon omdat mijn vader... Nou ja, laat maar. Als wij nou samen een oplossing vinden, hè? Als ik je nou gewoon een paar geeltjes geef, hè? Kunnen wij dan een oplossing vinden samen? Een oplossing? Waar had jij in gedachten? En je zegt niks, hoor. Je zegt maar dat ik als een beest een keer ben gegaan. Het is weer eens wat anders. Ja, zeg, hoe lang moet dit duren? Nou, onder de 20 minuten zou ik me schamen. Oh, 20 minuten? Maar... Jenny. Zie je hem dan? Dat is mijn zoon. Die geeft dat mokkel even een veeg. Hè? Doe maar. Kaal? Doe maar. Ja. Het is geschied. Ja, dat had jij niet gedacht, hè? Karel met... Is hij nou helemaal bedonderd, zeg? Ik heb niet zomaar naar binnen rennen, dat kan toch niet? Die zijn met het naspel bezig. Dat heb jij zeker geregeld, hè? Mijn eigen schoonvader. Niet zo hard, dat schoonvader. Dat hoeft toch niet iedereen te horen. Maar dit pik ik niet, weet je dat? Wacht nou even, niet naar binnen rennen. Dat is het stomste wat je kunt doen als paard, toch? Het stomste. Gooi je eigen glazen weer in, jongen. Terwijl ik alles voor je doe, hè? Ik vang je op met kerstmis en dan flik je met dit, ouwe bok. Ja, dat is heel goed voor die jongen om dat een keer mee te maken. Nou, hij zal nog eens wat anders meemaken. God allemachtig, dat maak je niet alle dagen mee. Hoe was hij? Nou, een soort Rambo. Ik ben blij dat ik een jong nog heb, ouwe, ik kan al niet meer fietsen. Oh ja? Is het heel erg? Nee hoor, ik ga wel met de taxi. Kijk, ook praktisch, hè, met vrouwen. Ja, zo heeft de lieve heer het bedoeld. Zo heeft hij het ervoor gemaakt, jongen. Ja, zo. Oh. Ik ben trots op je. Hoe was het? Oh, fluitje van een cent. Ja, morgen ben ik mee. Nu 100.000 gulden. Wat heb je voor een kentoon, hè? Voor één keertje maar. Maar wat het voor een miljoen? Dat je maar zo weet over geld kunt spreken. Ik ben nog nooit zo geblesseerd geweest. Dat is een druppelke dat een bode toe overlopen. Zo'n charlotte. Absoluut. Lucia, als je Vlaams gaat praten, dan versta ik er geen zak van, hè? Luister nou, het gaat om 100.000 gulden. Ik luister niet. Ik heb een woord van vol om eraan te luisteren. Ik ben nog nooit zo geblesseerd geweest, hè? En het allemaal voor 100.000 gulden. Ja, ja.
gaat het alleen om het geld. Ik bedoel, ik probeer die man een beetje tegen zichzelf te beschermen. Hè. Hij smijt met geld en straks heeft hij er spijt van. Hè. En daar probeer ik hem een beetje tegen te beschermen. En daarom is het goed dat hij me die ton geeft. Die zet ik op de bank voor later. En dan is hij blij dat we straks nog iets hebben. Maar dat geld kan maar niks schelen, hè. Het schot erom dat gaat in ons bed, hè. Zonder te overleggen. Ik bedoel, het zijn ook maar lokkers, hè. Dat je zoiets kunt doen, hè. Lulu, luister nou even. Nee, het is nagenoeg. Ik zie nu Gerren, hè. Maar ik kan niet langer met je anderen in een dak moeden, hè. Dit is definitief. Maar, er is helemaal niks gebeurd. Ja, ik vind het ook heel erg, hè. Mijn hart bloedt, hè. Maar, er is helemaal niks gebeurd tussen die mevrouw en mij. Ja, maar ik heb het ook zelf gehoord. Ja, maar je hebt het toen niet gezien. We hebben gewoon op het bed gezeten met onze kleren aan en toen een beetje met geluiden gemaakt en gedaan alsof. Waarom? Nou, voor die 100.000 gulden. Ik zou jou toch nooit zoiets aandoen, schat. Zo'n unieke huid, unieke lach. Oh god, ik heb het alleen maar voor die 100.000 piek gedaan. Maar wou jij nou die 100.000 gulden vragen naar Gerard? Ja, natuurlijk. Hey, maar dat kun je niet maken hoor, het is oplichterij. Ja, maar oplichterij, kom. Het is mijn vader. Nee, maar daar kan ik niet aan meedoen, nee. Nee, je moet het hem vertellen. Ben je gek? Nou, nee, dan vertel ik het hem wel. Ja, zeg, ben je gek? Dan gooi je een ton in het water. Nou, die ton gaat zo lang te water tot die barst. Nee, jullie doen het niet. Ik ga het hem vertellen. Nee, jullie. Zo. En nou wij. Hè, wat bedoel je? Nou, jij had mij een belofte gedaan en die wou ik graag gehonoreerd zien. Hè? Dus ik bedoel, je weet wel wat ik bedoel. Oh ja. Hoeveel geld heb je? Geld? Ja, je moet natuurlijk wel betalen. Ja, tuurlijk. Ja. Hoeveel kost het? Voor jou een vriendenprijsje. Oh, dat is fijn. 500 piek per uur. Hé? Ja, ik ben niet goedkoop, maar ja, dan heb je ook wat, hè? 500 piek per uur? Ik heb maar een geeltje. Dan kan je precies 3 minuten. Oh. Oké, dat moet kunnen. Gerard, schrik uit! Ik zal je even spreken, heel even, man! Wat? Wil je nou weer? Beest! Wat is dat dan, jongen? Oude rambo van me! Gerard! Ze hebben niks gedaan, hoor. He? Karel en Jenny. Ik bedoel, je kunt je geld houden. Hoe bedoel je? Ze hebben niks gedaan. Ze hebben alleen gedaan alsof. Verdomme, waarom vertel je dat nou? Ja. Stomme nicht ben je toch? Nou. Maar jij ook. Jij bent ook een stomme nicht. Mooie boel. Moet ik het allemaal weer opknappen? Nou ja. Vroeger. Zo, kunnen we even betalen? Zeg maar binnen. Hé, hey, wat denken jullie dat het hier is? Een bordeel of zo? Bordeel in de Vlaamse pot. Voor uw geneugde en genot. Het klinkt niet slecht, weet je dat? Frits, je tijd is al ingegaan, hoor. Oh, wil je me even excuseren? Frits, jij blijft hier. Ben je gek? Dat is de kans van mijn leven. Nee, er worden geen intieme betrekkingen tussen het personeel aangeknoopt. En jij en Lucien? Dat is om het geld. Ik bedoel, dat is juist niet om het geld. Staat er nou een blote neger of wat is dat? Frits, doe open! Frits, doe open die deur! Dat is allemaal jouw schuld, weet je dat? Sinds jij hier bent is het eens zo dom en Gomorra. Helaas, tijd voor mij. Wat heb je nou voor het gelul van je?